Mensen kiezen op kiezen altijd met hun eigen agenda op een politieke partij. Dat is bij de PvdA zo, dat is bij de PVV zo. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen prioriteiten en ziet dat dan wel of niet terug bij een politieke partij. En het feit dat wij mensen naar de stembus hebben gekregen die nog nooit van hun leven hadden gestemd, geeft aan dat de democratie door onze partij juist zijn waarde krijgt. Dat steeds meer mensen deelnemen aan het democratisch proces. Ik denk dat dat alleen maar winst is. Wat is uw reactie op deze? Nou, twee opmerkingen. De veronderstelling dat dieren hier in Nederland het goed zouden hebben is onjuist. Wij zijn het meest veedichte land ter wereld. We hebben de meeste dieren per vierkante meter. En zij zitten vast in donkere betonnen hokken en zien het daglicht niet, behalve als zij naar het slachthuis worden gereden. Nederland is absoluut niet het beste jongetje van de klas als het gaat om dierenwelzijn. Het tweede punt van als je hier strengere regels gaat maken, dan jaag je boeren naar het buitenland en gaan ze daar op een dieronvriendelijke manier boeren. Nou, dat is in Europa niet het geval, want in Europa kent het level playing field. Overal zijn de regels hetzelfde, dus dat geldt daar niet. En als het zo is dat ze inderdaad naar China gaan of naar Thailand of waar dan ook, tuurlijk, dan heb je ook te maken met een tijdelijke verslechtering wellicht. Maar het gaat er ook om dat je een principiële keuze maakt. Het feit dat er nog steeds kinderarbeid is in India, moeten wij niet zeggen, dan kunnen we het maar beter zelf gaan doen hier in Nederland. Nee, we hebben hier principieel gekozen voor het verbieden van kinderarbeid. En als je dan ervoor zorgt dat die onvriendelijk geproduceerde producten uit het buitenland niet zomaar bij onze grens over kunnen gaan, dan zul je dus ook een goed voorbeeld en een goede norm zijn voor andere landen om dierenwelzijnsvriendelijke producten te maken. Kijk, iedereen begrijpt, elke politieke partij en ook onze partij begrijpt dat minister Bos heeft ingegrepen toen de banken dreigden om te vallen. Dat is denk ik een maatregel die je niet anders dan had kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de economie draaiende bleef. Maar vervolgens blijkt dat ze vooral weer pleisters gaan plakken, dat ze vooral weer de banken de mogelijkheid geven om bonussen uit te keren, om weer producten te verkopen die gebaseerd zijn niet op een reële economie, maar op basis van dat geld uit zichzelf kan groeien, terwijl dat niet het geval is. Dus eigenlijk wordt er weer teruggegaan naar business as usual. Wij zouden direct de financiële sector aan banden willen leggen door een strenge toezichthoudende instantie de tools te geven om goed toezicht te houden op die financiële instellingen. Daarnaast is het van groot belang dat je moet voorkomen dat als wij nu weer gaan investeren in allerlei economische activiteiten die onduurzaam zijn, dat je daarmee niet alleen de financiële crisis misschien wel oplost, maar dat je de klimaatcrisis niet aanpakt, omdat je dan weer onduurzame sectoren alle ruimte biedt. En wat je nu ziet bij deze regering, is dat eigenlijk grote projectontwikkelaars voor meer wegen, voor meer bouwen in een groene ruimte, dat eigenlijk allemaal onduurzame investeringen zijn die wij nooit zouden hebben genomen, dat soort keuzes. Wij willen nou juist een economie die weer teruggaat naar de belangrijkste waarden die er zijn. Schoon water, schone lucht, schone bodem, dierenwelzijn, mensenrechten. Dat zijn de belangrijke randvoorwaarden voor een economie die duurzaam is en gebaseerd is op mededogen. Okay. Maar die autoriteit die u noemt, die is er toch al, de autoriteit financiële markt? Maar heeft te weinig instrumenten en daarnaast heb je ook te maken met een internationalisering van die financiële instellingen, waardoor het heel lastig ook is om het toezicht te kunnen houden. Dus je zult daar ook veel meer samen moeten werken met andere instellingen en je zult daarnaast ook veel meer er bovenop moeten zitten. Wat voor producten worden er aangeboden en sommige producten moet je gewoon niet willen. Vindt u dat AFM gefaald heeft of te weinig instrumenten heeft? Ik denk dat het echt te maken heeft met het afbraakbeleid van de afgelopen 20 jaar, waarbij we steeds minder toezicht gingen uitoefenen op de financiële instellingen. Wat belangrijk is, denk ik, dat wij als samenleving ons steeds meer bewust worden van waar wij dieren voor gebruiken. En dat er al heel veel zaken zijn waarvan wij zeggen, daar ga je geen dier meer voor doden. De plezierjacht, de bontfokkerijen,
dierproeven voor cosmetica. Daarvan hebben we met z'n allen al gezegd, dat is niet meer van deze tijd. Daar gaan we een verbod op, tenminste daar willen we een verbod voor. En zo kan ik mij voorstellen dat er steeds meer een soort ethische gevei komt van mensen die zich bewust worden dat er dieren eigenlijk misbruikt worden. Dat is niet iets wat je oplegt, dat is iets wat een maatschappij vanuit een ethisch besef ook steeds meer gewoon gaat ervaren. Dus ik zal nooit mensen verbieden om vlees te eten. Maar ik kan mij voorstellen dat er misschien een tijd komt waarbij mensen helemaal geen dieren meer eten. Simpelweg ook vanwege het feit dat er alternatieven genoeg zijn daarvoor. En we nou eenmaal zoveel monden te voeden hebben in de wereld. Dat we geen veehouderij meer kunnen hebben omdat het te veel kost aan grondstoffen, aan energie. En omdat plantaardige eiwitten veel goedkoper zijn en veel meer voorhanden. Dus dat is iets waar een maatschappij zelf naartoe groeit. Zolang wij dieren gebruiken, moeten er welzijnseisen worden gesteld. Omdat dat gewoon puur uit humanitair of humaniteit zo werkt. Nou, en daar is iets waar we nu voor inzetten. Maar het doden van dieren bestraffen, dat is nog helemaal iets waar uw partij over nadenkt. Als het bijvoorbeeld het zinloos doden van dieren, dan moet je de jacht, dan, zoals de plezierjacht, zoals voor bond of voor vermaak. Dan zeggen wij, nee, dat moet verboden worden. En dat zegt meer dan 90% van de samenleving. Ja. En wat voor straffen zouden daarop moeten komen te staan dan? Zijn dat dus de vraag eigenlijk gelijk aan straffen die voor doden van mensen zouden moeten gelden? Ik denk dat er hogere straffen moeten komen voor het ontnemen van het leven van levende wezens dan. Op dat moment, ja. Maar hoe hoog, dat is iets wat de samenleving ook samen bepaalt en wat hier ook in het parlement moet worden vastgesteld. Okay. Maar ik wil geen symbolische straf van een maand, wel echt een reële straf. Nou, maar wat je ziet is dat de dierenmishandeling, dat het echt waardeloze straffen zijn. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je een kras op een auto van iemand anders maakt. Dat wordt gewoon gezien als vandalisme. Ja, en daar moeten hogere straffen komen. En een houdverbod voor mensen die dan maar telkens weer opnieuw dieren mishandelen. Bijvoorbeeld hun eigen hond of hun eigen dieren.